allemaal en welkom. Mijn naam is Tim van Alles Over Crypto en het is weer tijd voor de wekelijkse marktupdate. We hebben een intense week achter de rug gehad, dus laten we vooral meteen erin springen om te kijken wat er nou is gebeurd. Voor ons hebben we de Bitcoin US Dollar One Week Chart. En wat we hier kunnen zien is dat de markt onwaarschijnlijk zwak is op het moment, omdat we eigenlijk weinig tot geen bounces hebben gehad sinds het begin van al dit jaar ongeveer. We hebben kort eventjes de 65.000 aangeraakt. Maar sindsdien hebben we niet echt meer bounces gehad. Vervolgens is Bitcoin dus door de bodem van de range gezakt rond die 30.000. Vanaf 28.500 tot 32.000 ongeveer. Dit komt gedeeltelijk door de hoog uitgevallen CPI van afgelopen vrijdag. Dat betekent ook al de inflatie in de United States. Die was 8,6. Terwijl 8,2 werd verwacht. Dat is natuurlijk veel hoger dan verwacht. En daarom zit er nu veel angst in de markt. Terwijl mensen wachten op de uitspraak van de Federal Reserve morgenmiddag. Daarbij zien we dat we precies de wekelijkse 200 moving average hebben geraakt. Rond de 22.400. En zolang we daaronder zijn, is ook het grootste gedeelte, zeg maar de gemiddelde handelaar, als we alle mensen die in Bitcoin zitten bij elkaar nemen, staat dan onder water. Daarom is dit een ontzettend belangrijk niveau. We zullen op een gegeven moment waarschijnlijk wel gaan zien dat de verkoopdruk gaat afnemen. En dat is wanneer we in de eigenlijk oersaaie fase van een beermarkt terechtkomen. Dat is wanneer de verkoopdruk afneemt, verkoopvolume opdroogt en wanneer we voor een verlengde tijd zijwaarts gaan. Zeg maar vanaf mid-2018 tot 2019, dat is een beetje waar je aan moet denken. Met weinig volume en weinig bewegingen. Wel een mooi moment om te DCA'en voor de volgende boeren. Mochten we door de weekly 200 MA zakken en daar een duidelijke close onder maken, is de kans groot dat we de vorige all-time high gaan testen rond 19.800 ongeveer. Daarna zijn de belangrijke levels 16.000 en 12.000. Dan zien we hier de Bitcoin market cap. We zien dat die bij de top van zijn range is geweest ongeveer. Dus heeft er hier nog een beetje boven uitgesteken. Iets rond net onder die 49%. Daar lijkt hij afgewezen te worden. Als dat ook daadwerkelijk het geval is, dan zou die vrij snel terug kunnen zakken naar die 47,66 resistance, nu support. En als die daar doorheen zakt, dan zouden we snel naar de 46% kunnen zakken. We zien ook dat er een verbredend patroon is, een verbredend channel, waardoor de kans groot is dat we omlaag uitvallen. Daarbij zien we ook de USDT-dominantie, waarbij de USDT-dominantie zijn vorige high heeft aangeraakt. Als die daar doorheen schiet, is de kans groot dat we nog een impuls omlaag zien, omdat mensen dan hun munten aan het verkopen zijn voor USDT. Dus dit is een belangrijk niveau om in de gaten te houden. Vervolgens zien we Ethereum. Ook Ethereum heeft het slecht gehad. Ethereum heeft nu, als het goed is, 10 weken rood achter elkaar afgesloten en is daarmee terechtgekomen in de volgende supportzone van 1300 tot 1400 ongeveer. Als we daar een close onder kunnen maken, een dagelijkse close onder die 1300, is de kans groot dat we verder terugzakken naar die 1060. Het liefste zouden we hier iets van een bounce zien, maar we zien sowieso graag iets van een bounce, omdat we dat sinds april, zo te zien, niet echt hebben gehad. Wat weer terugkomt op, we hebben een hele zwakke markt op het moment. Vervolgens zien we dat natuurlijk ook terug in het Ethereum-Bitcoin-paar. We zien hier dat het Ethereum-Bitcoin-paar sinds begin mei ongeveer gestaag is afgetakeld. En door de range low van 0,055 tot 0,057 is gezakt. Mocht het ook door de support van 0,052 ongeveer zakken, is de kans groot dat we snel doorgaan naar 0,045. En daarmee zou het bijna alle waarde die het heeft gecreëerd in de afgelopen bullrun weer hebben ingeleverd.
Dus hopelijk zien we dat niet, maar bij een dagelijkse close onder dit niveau zouden we dus snel door kunnen zakken. Dat is waar we op het moment naar kijken. We houden het eventjes rustig aan DCA voornamelijk. En kijken eventjes waar we uitkomen en waar deze move begint af te nemen. We zien in de Fear and Greed Index dat we ook weer op een extreme 4 staan met 8 en gisteren op 11. Waardoor we zien dat de gemiddelde trader nog steeds erg... Excuse. Dat de gemiddelde trader nog steeds erg in de angst zit en nog steeds diep onder water staat. De gemiddelde short-term holder de gemiddelde short-term holder entry staat op 36.600, waardoor ze nu dus vrij diep onder water staat. En de gemiddelde long-term holder entry staat op 22.400, waardoor we daar nu dus een stevige confluence voor support hebben. We gaan het ook nog eventjes hebben over Celsius, dus ik pak even het document dat we daarvoor hebben geschreven erbij. En hier zijn we dan op Discord bij de update die we hebben gegeven aan onze community over Celsius. Nou, je kan het hier al zien, Celsius was een van de grootste leen- en uitleen DeFi protocollen en die is per direct gestopt met het opnemen van crypto of het handelen op de exchange. Er waren al een tijdje geruchten dat Celsius niet goed onderbouwd was of niet goed solvent was. En vandaag is dus de kogel door de kerk gegaan. Het Celsius-netwerk heeft alles bevroren zonder aankondiging. Dus vervolgens zijn er een paar feiten binnengestroomd. Celsius heeft afgelopen weekend 320 miljoen aan Bitcoin en Ethereum overgemaakt op te verkopen. 8000 Bitcoin, 100.000 Ethereum. Cel, het token van Celsius netwerk, is voor 30% in bezit van Celsius zelf en de waarde is gehalveerd binnen 24 uur. Een soortgelijk idee als wat we hebben gezien bij Terra Luna. Dit hele verhaal is vrij dichtbij wat er is gebeurd met Terra Luna. Zoals je hier ook kan zien, Alex Mashinsky, de oprichter, is op dezelfde manier actief geweest als Do Kwon, de oprichter van Terra Luna, voornamelijk agressief. Vervolgens was dus spreekwoordelijk gezien inkt van tweet niet droog en Celsius bevroor alle transactie en verkeer. Alle toegang is geblokkeerd, et cetera. Vervolgens is dat natuurlijk verder gegaan. De blinde paniek heeft zich verder geuit in meerdere mensen, heeft zich verspreid, waardoor het allemaal nog sneller en sneller de verkeerde kant op ging. Er zou ook een gerucht zijn dat Celsius voor 500 miljard, was het? 500 miljoen aan USDT geleend zou hebben, waardoor er ook weer druk op USDT terecht kwam. Maar USDT heeft laatst nog een update gegeven waarin ze laten zien dat al hun USDT is gebacked door dollars of dollar-equivalenten, waardoor dat niet al te veel effect heeft gehad. Dus we zien nu meer dan 12 miljard aan waarde is opgesloten in het protocol, waar we gebruikers dus niet bij kunnen. Dit heeft voor verdere paniek in de markt gezorgd, heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum ook weer dieper weg zijn gezakt en de rest van de markt het zwaar heeft. Celsius netwerk is van 24 miljard naar 12 miljard gezakt vanaf het begin van het jaar. En de vraag is voornamelijk, gaat Celsius het overleven en krijgen gebruikers ooit hun geld nog terug? En natuurlijk houden we dit in de gaten en gaan we zien wat we ermee kunnen over de komende dagen, of we er nog wat mee kunnen. En zullen we waarschijnlijk, in ieder geval in onze community natuurlijk, zullen de mensen geüpdate houden. En mogelijk kunnen we er volgende week verder nog iets over zeggen in de marktupdate. Heel veel succes. Ik hoop dat jullie niet al te veel last hebben gehad van dit hele Celsius debacle. En heel veel sterkte gewenst over de komende week. Joejoe!